Het RTLZ Beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Welkom bij het RTLZ Beursspel. Hier leer je beleggen zonder dat je risico loopt. Want je belegt namelijk met fictief geld. Maar je maakt wel kans op echte prijzen. Vanaf maandag strijden 10.000 beleggers op rtlzbeurspel.nl om de hoofdprijs. Een dag leven als miljonair. En wij houden je hier natuurlijk op de hoogte van die strijd. Straks in de serie Jim en Janneke bespreken we of je nog moet beginnen met beleggen nu de AEX op recordhoogte staat. En beurscommentator Dirk Veenstra vertelt ons straks welke kansen en bedreigingen je in de komende beursspelweken kunt verwachten. Maar we beginnen met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer, natuurlijk. Jim, eerder schoten beurskoersen nog alle kanten op, was de bewegelijkheid heel hoog. En dat lijkt nu wel heel anders, hè? Gaan we een paar saaie weken tegemoet? Nou, allereerst hebben we de kwartaalcijfers. Dat gaat voor beweging zorgen. Maar misschien worden we als beleggers ook wel een beetje op het verkeerde been gezet. Want het is rustig, het voelt allemaal vertrouwd. Een jaartje terug, of ruim een jaar geleden, hadden we dat begin 2020 misschien ook wel. En ja, die lage volatiliteit, die lage bewegelijkheid, duidt soms ook wel op stilte voor de storm. Want als er dan een beweging komt, het kan omhoog zijn, maar ook omlaag, dan zie je vaak wel de beleggers over elkaar heen buitelen om te verkopen bijvoorbeeld. Ja, dan heb je een daling. En het aardige is wel, als het gebeurt in het beursspel, dan heb je beweging. En dus kansen, want je kunt in het beursspel ook short gaan, verdienen aan een daling. Ja, dus daar kunnen we dan toch nog mooi gebruik van maken. Zeker. Beurzen doen het goed en sparen, dat levert niks op. Om je heen hoor je heel veel mensen praten over aandelen of crypto's. En inderdaad, je kunt daarmee mooie winsten maken. Maar er zijn ook risico's. Zeker nu de AEX boven 700 punten staat. Dat is het hoogste punt in 20 jaar. Misschien vraag jij je ook wel af, moet ik nu nog wel beginnen met beleggen? En het antwoord op die vraag is ja. Tenminste, als je van plan bent om voor een termijn van jaren achter elkaar te gaan beleggen. Beleggen in aandelen moet je sowieso niet doen voor de korte termijn. Verdeel je geld ook goed over meerdere beleggingen. Historisch gezien heeft beleggen op die manier gemiddeld zo'n 7% rendement per jaar opgeleverd. En om je gerust te stellen, na de uitbraak van corona zijn de aandelenbeurzen volledig hersteld. Maar we kunnen de toekomst natuurlijk niet voorspellen. Maar één ding weet je ook zeker, en dat is, ook in de toekomst komt er weer een periode van flinke koersdalingen. Alleen wanneer dat zal zijn en hoe lang het zal duren, dat weet niemand. In de tussentijd kun je maar beter wel beginnen met beleggen. Beleg bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag in een beleggingsfonds of een ETF. Want als je wacht met starten, dan mis je het rendement dat je had kunnen behalen. Ja, tegenover het mogelijk hoge rendement staat wel dat je risico loopt. Maar als je een duidelijk doel hebt, zoals bijvoorbeeld een sabbatical, dan krijg je dat geld waarschijnlijk niet bij elkaar door te sparen. De rente is al een hele tijd erg laag. Maar haal niet je hele spaarrekening leeg. Zelfs niet als de rente nog verder negatief wordt. Spaargeld heb je nodig om aan noodgevallen te besteden. Niemand kan de markt voorspellen, maar één ding weet je wel. Als je niet belegt, maak je geen rendement. Wie zijn geld belegt, heeft wel zicht op rendement. Start dus nu, maar beleg voor de lange termijn en goed gespreid. Succes! Verstandig beleggen voor later. Hoe pak je dat aan? Dat zoekt verslaggever Maarten Veger de komende weken voor je uit. En vandaag is hij op bezoek bij hoofdinvestment office van ING, Bob Homan. Voor ING beheert hij miljarden aan geld van beleggers. Vraag is hoe ik als particulier dat moet aanpakken. Goedemiddag, Maarten. Kom binnen. Welkom. Hoe moet ik beleggen? Dan moet je denk ik realiseren dat je investeert in een bedrijf. Of je nu een lening van zo'n bedrijf koopt, dat is dan een obligatie, of een stukje eigenaar wordt. Je koopt een aandeel van zo'n bedrijf. Als je dat in je achterhoofd hebt, kijk je denk ik al heel anders naar beleggen. Maar waar moet ik dan naar kijken? Het belangrijkste is toch wel, wat is het toekomstperspectief van zo'n bedrijf? En hoe spelen ze in op een veranderende wereld? En dan in tweede instantie ga je kijken, van betaal ik er dan niet te veel voor? Uiteraard zijn de financiën op orde, hebben ze niet te veel leningen, hebben ze het goed gefinancierd? En wanneer moet ik nou kopen en verkopen?
laag kopen is natuurlijk altijd goed. Maar verkopen, en toevallig had ik de laatste gesprekken over met mijn dochter, die wilde ook beginnen met beleggen. Ja, wanneer moet ik het dan weer verkopen? Nou ja, eigenlijk pas als je het nodig hebt, of als je denkt, ja, het bedrijf waar ik in geïnvesteerd heb, dat wil niet meer. Er zijn betere bedrijven te vinden. Ik denk dat de belegger die het meest rustig is en niet bij elke gril koopt en verkoopt, het uiteindelijk veel beter doet. En de meest verstandige belegger van het RTLZ-beurspel wordt deze keer ook beloond. Want de winnaar mag met Bob en mij mee lunchen bij de Chinees. De befaamde Oriental City in Amsterdam op kosten van RTL. En je mag ons dan alles vragen over je eigen beleggingen. En misschien kunnen wij dan ook nog wat van jou leren. In Amsterdam op Beursplein 5, daar staat onze beurscommentator Dirk Veenstra. Ja. Dirk, hoi. Fijn dat je er weer bent. Jim en Dirk, we spelen het beursspel nog zo'n 6 weken tot en met maandag 28 mei. Welke kansen zien jullie in die periode? Dirk, laten we beginnen met jou. Ja, kansen zijn er misschien wel te over. Maar goed, er zit ook al heel veel ingeprijsd, zoals het heet. We weten dat het goed gaat met de economie, dat de economie verbetert. Dus beurs op recordhoogte, wat zijn er dan nog voor extra kansen? Nou ja, laten we even beginnen met bijvoorbeeld het cijferseizoen. We zijn begonnen met het cijferseizoen, dus cijfers van bedrijven kunnen meevallen. Ze kunnen nog een keer extra meevallen bij de verwachtingen. En de vooruitzichten bijvoorbeeld kunnen nog een keer meevallen. Nou, dat zou goed nieuws zijn en kunnen koersen dus nog verder omhoog. De economie herstelt, ja dat weten we, maar herstelt misschien wel sneller dan we nu denken. Dat zou kunnen, want we lopen nog steeds een beetje op één been of... Zoals de baas van de ECB zegt, Christine Lagarde, we lopen op krukken. Nou, dat kan allemaal beter, dat kan allemaal mooier, dat kan snel. Daarom houdt ze ook de rente laag. Nou, de rente laag is goed voor aandelen. En die rente blijft al heel erg lang laag, misschien zelfs wel. En ook haar tegenstrever bij de Amerikaanse centrale bank, de Fed, Jerome Powell, heeft beloofd de rente laag te kunnen houden. Wat kan er dan tegen zitten? Want ja, dit zit dan misschien mee, maar er kan ook heel veel dingen tegen zitten. Bijvoorbeeld misschien dat de economie trager gaat herstellen als er nieuwe varianten komen van het virus. Bijvoorbeeld over de vaccinaties lopen niet zo'n storm. Dan hebben we natuurlijk wel een probleempje. Ja, aan de andere kant, hè, op het moment dat je iets hebt wat tegen zit, of nou oplopende rente is of vaccinaties wat langer duurt, dan zul je misschien een correctie zien op de beurs. Maar het aardige is, dat is ook een kans in het beursspel. Want dan zou je short kunnen gaan. Dus wat je eigenlijk vooral nodig hebt in het beursspel, dat is niet per se wat je wilt als belegger, maar in het beursspel wil je vooral beweging hebben. Dan kun je long gaan in geval van stijging of short in geval van daling bij gevaar. Ja, laten we nog even verder gaan op de gevaren, waar je dus in het beursspel ook nog van kan profiteren. 6 weken, Dirk, je hebt al een aantal kansen opgenoemd. Wat zie je verder nog voor gevaren? Ja, gevaren. Kijk, als cijfers tegenvallen, daar hebben we het al even over gehad. Er zijn ook bijvoorbeeld geopolitieke gevaren. Stel je voor dat de kwestie met Iran uit de hand loopt, of Oekraïne wordt overvallen of ingevallen door de Russen, of de Chinezen gaan hun handelen toch leggen op Taiwan bijvoorbeeld. Al is het alleen maar om de nieuwe president van Amerika, Joe Biden, te testen. Dat zou een probleempje kunnen opleveren. We hebben natuurlijk te maken met misschien wel overmoedige beleggers die denken dat ze alles beter weten en de beurs omhoog kunnen jagen, maar het zou best eens tegen kunnen zitten. Dat zagen we al bij de slimste jongens uit de klas. De hedge funds, laatst het bedrijf wat omver viel met tientallen miljarden schade tot gevolg. Dat was een probleempje. En dat kan natuurlijk weer de overheden of toezichthouders kunnen verleiden tot meer regelgeving. Misschien zelfs wel een hogere rente. We kunnen misschien te maken krijgen met hogere belastingen. Dat kunnen allemaal dingen zijn die kunnen gaan zitten voor aandelen en obligaties. Ja, en de markt die staat even goed op hoogtepunten. AEX ruim boven de 700, hoogste punt in 20 jaar. Betekent dit dat we nu te optimistisch zijn, Jim? Nou, hoe hoger we gaan op de beurzen, hoe groter de risico's natuurlijk worden. Want het voelt misschien allemaal veilig en vertrouwd en we denken misschien dat beurzen niet kunnen dalen. Maar vaak zie je dat er dan iets uit onverwachte hoek komt, want we hebben het nu over gevaren die we kunnen voorspellen. Maar corona bijvoorbeeld zag niemand aankomen. Er gebeurt iets onverwachts waardoor beleggers in paniek raken. En ja, als die over elkaar heen beginnen te buitelen om naar de uitgang te rennen en snel nog die aandeeltjes te verkopen, dan kan het ook hard gaan. En dat is zeker als de beurs zo hard is opgelopen wel echt een risico. Ja, Dirk, verwacht je een correctie? Oh, natuurlijk komt er een correctie aan. De vraag is alleen, komt die vandaag, morgen of over 10 jaar? Dat is lastig te voorspellen, dus daar waag ik me maar niet aan. Maar goed, Jim heeft gelijk. Beurzen staan op recordhoogtes en dan nemen de risico's gewoon wel toe. Ja, en waardoor zou zo'n correctie nou in gang gezet kunnen worden, Jim?
Nou ja, dat is een, ik noemde het net al, hè, iets als corona zag niemand aankomen. Maar als je nou kijkt naar wat wel voorspelbaar is. Dirk noemde het al, hè, de economie die groeit, inflatie die loopt op. En dan zie je ook de rente oplopen. En dat zag je de afgelopen tijd ook. Een stijgende rente, dan zie je met name die tech-aandelen onder druk komen te staan. Dus rente is een aanwijsbaar risico. Ja, en dan nog even heel kort. Stijgende rente, meestal ook niet zo goed voor obligaties, toch Jim? Klopt inderdaad, Janneke, om het heel kort te houden. Oké, dankjewel Jim en dankjewel Dirk. Fijn dat jullie erbij waren. Komende maandag dan is de grote dag. Dan begint het beursspel echt. Dit weekend gaan we alle portefeuilles resetten. Weer op 100.000 euro zitten. En dan maandag om 8 uur begint het spel. 6 weken lang gaan we dan strijden om de dag van je leven. Een dag leven als miljonair. En maandag dan kun je ons weer zien. Want dan slaan we de gong op Beursplein 5. En donderdag dan is er weer een nieuwe uitzending van het RTLZ Beursspel. Dus heel graag tot dan.